Schip ahoy, piraatjes. De bemanning van de scheve schuit had een vlot gebouwd. Maatjes, goed gewerkt. Het is een prima vlot geworden. Kapitein, Berend zou toch graag willen weten wat kapitein met dat vlot van plan is. Ja. De zeven zeeën zitten vol met gevaren. En er bestaat altijd een kans dat we zinken. Ik hou niet van zinken. Nee, Stientje, ik ook niet. Maar mocht het toch gebeuren, dan kruipen we met z'n allen op dat vlot. En dan proberen we daarmee de kust te bereiken. Ah. Maar we moeten natuurlijk eerst oefenen. En daarom zal ik vandaag een paar keer roepen... De scheve schuit vergaat! Niet nu, Stefan. En dan? Ja, en dan, Stientje, dan lopen jullie zo vlug mogelijk naar dat vlot. En dan doen we net alsof onze scheve schuit vergaat. Begrepen? Tuurlijk, kapitein. Even later ging het leven aan boord weer zijn gewone gang. Stien stond aan het roer... Steven dweilde de gang en Berend maakte een grote pan brokkenpap. En Piet Piraat... De scheve schuit vergaat! Ja! De scheve schuit vergaat! Oh! Steven, vlug, spring met Berend in het water! Waar gaan jullie naartoe? Heeft Steen kapitein niet horen roepen? Ja. De scheve schuit vergaat! Maar nee, we zijn toch alleen maar aan het oefenen. We moeten naar het vlot toe gaan. Heel juist, Tientje. Zitten! Als jullie er straks ook zo lang over doen als bij deze oefening, dan zinken jullie samen met de scheve schuit. Steven, jongen, je voeten naar binnen. Hier zitten haaien. Goed. Tientje, geef me de roeispanen aan. Roeispanen? Ik heb helemaal geen roeispanen. Stientje, maar hoe geraken we dan tot bij de kust? Oh. Ja, gelukkig hebben we genoeg eten bij. Dat was Berend even vergeten. Niet erg. Berend gaat vlug wat eten halen. Kan... Nee, man overboord! Man overboord! Berend, jongen, gelukkig heb ik je gered. Gered? Waarvan? We oefenen toch dat we midden op de oceaan zijn. Domme kok. Ga zitten. Ja, dat is een hele goede instelling, Stientje. Bon, heeft er iemand water bij? Nee. Nee. Gelukkig denkt jullie kapitein ook aan alles. Kijk eens. Ah. Denk eraan, dit is het enige water wat we hebben. Oi, oi, oi. Uren later zaten onze vrienden nog steeds op het vlot. Zeg, piraat, is er nog water? Spijt me, Stien. De kruik is leeg. Oh, ik heb zo'n dorst. En ik hou niet van dorst. Berend heeft honger. Berend wil brokkenpap. Wat moeten we nu doen, piraat? Zonder roeispanen en zonder eten of drinken zullen wij hier blijven rondtopperen midden op de oceaan. En zullen we omkomen van honger en dorst. Tot de zon onze botten heeft gebleekt. Echt, piraat, kijk nu wat je gedaan hebt. Je hebt stil en brokkenpap aan het wenen gemaakt. Ja! Alle wind in de zeilen nog aan toe, Berend. Het is toch maar een oefening, jongen. En de oefening is nu voorbij. Ga allemaal maar van het vlot af. Yay! Dan kan Berend eindelijk voor eten zorgen. Wacht even, Berend. Ik hoop wel dat jullie hier wat van geleerd hebben. Want als dit een echte schipbreuk was geweest, dan was het heel slecht afgelopen met ons. Jawel, kapitein. En daarom zullen we deze oefening morgen nog eens een keertje overdoen. En dan... Dan zorg ik voor roeispanen. En Berend voor een grote zak met eten. En dan zorgen Steven en ik voor voldoende kruiken met water. Oh, Berend, jongen, ga nog eens even kijken of er een grote van brokkenpap klaar staat. Want ik heb reuze honger, jongen. Jawel, kapitein. En zo liep alles toch weer goed af. En koos de scheve schuit weer het ruime sop op weg naar het volgende avontuur. Schip ahoy, piraatjes.